Goedemiddag, mijn naam is Jos A. Vandaag geef ik een voorbeeld van de Cauchy-integraalformule. Wat is de Cauchy-integraalformule? F van W is 1 over 2 pi maal f van z, z min w, f van z over gamma, w van d. Als uw d wordt begrensd door gamma, ja, en uw d en uw w ligt binnen die d. Dus je hebt gamma, d en w. We gaan nu proberen de integraal te brengen van log z e plus e z dz over z gelijk aan 1. Z gelijk aan 1, wat is dat? Wat gebied is dat? Dus gamma is z gelijk aan 1, als je dat tekent, is gewoon cirkel met straal 1. Ja? Straal 1. Nu, uw functie staat f van z, wat is de formule? Log z e plus e is f van z. Log z plus e. Uw w is 0. Je hebt z min 0, dus w is 0. Dan gaan we kijken of 0 binnen de cirkel ligt. 0 ligt inderdaad binnen de d. 0 is het moment van d, want d is alle area tussen de area. Ja, die ligt daarin. Dat betekent dus, je kunt het formule gebruiken, dat betekent f van 0, ja, zal gelijk zijn aan log 0 plus e, ja, is gelijk aan 1, is log van 1, dat is 1, en 1 is gelijk, dus log e van 1, en 1 is gelijk, volgens de Cauchy-integraalformule, ja, aan f van 0 is dus 1 gelijk aan 1 over 2 pi, integraal van, over z is 1, ja, van log z plus 1, gedeeld door z min 0, maar z min 0 schrijven we niet, dus schrijf dz. Oftewel is 2pi gelijk aan de logaritme van i, de integraal van z over 1, van log z plus 1, gedeeld door z dz. Dus op die manier kun je integraal oplossen met de Cauchy-integraalformule. Ja. Gewoon kijken dat je w binnen of buiten uw d. Ja, hier was w gelijk aan 0, dus binnen uw gamma. Dan kun je f van 0 berekenen en zo kun je via de Cauchy-integraalformule alles berekenen. Ja. We hebben gevonden dat log z e z over z 1 gelijk is aan t 2 pi i. Dus dat is de Cauchy-integraalformule. Dank voor de aandacht de volgende keer. Als je een goede video vond, geef dan een like. Ik ga naar mijn website www.joseph.com.